Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Mochten jullie mij nog niet kennen, ik ben Thalissa en ik maak hier 3 keer in de week video's, vlogs, maar ook make-up of fashion, lifestyle, travel. Momenteel geen travel, maar binnenkort hopelijk terug wel. Dus welkom op mijn YouTube-kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Voor degenen die nog niet geabonneerd zijn, super easy om te doen. Dus please abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zien jullie veel meer van mijn video's. Vandaag ga ik nog eens een Q&A doen en terwijl mijn make-up doen. Ik zie extreem wit. Wauw. Op camera nu zie ik er echt nog witter uit precies dan dat ik me hier in mijn spiegel zie. Maar ja... Ik heb al lang geen zon meer gezien natuurlijk. De zon schijnt vandaag wel, dus daar ga ik wel even van genieten namiddag. Maar ja, echt bruin, die gaan we daar niet van worden. Oké, ik ga beginnen met primer. Deze is van Laura Mercier. De Pure Canvas Primer Oh my god. Ik kan het precies niet uitspreken. Ik ga het niet meer proberen. Maar ik prime altijd eerst. Zodat mijn poriën niet verstopt geraken. Wat wel belangrijk is. En als je iets van lawaai hoort. De droogkast staat aan. Ik heb dat niet echt op een goed moment opgezet. Maar ja, te laat. Oké, de eerste vraag. Wat is qua spullen het meest onmisbare in je leven? Ik denk als ik 2 dingen mocht kiezen om te houden van echt spullen, geen personen, dan is het mijn laptop en mijn gsm. Want dat is mijn werk natuurlijk. Dus die zou ik wel echt willen houden. Maar anderzijds, spullen zijn maar spullen. En de meest onmisbare dingen in mijn leven is Niels. Mijn katten, mijn familie en mijn vrienden. Ik ga nu concealer doen. Ik gebruik de All Covered Concealer. Die is van Inglot. En die is zo keigoed, omdat die niet in de crease zo strepen geeft. Die ziet wel heel wit en aan het begin denk je, oh, what's this? Maar die is eigenlijk gewoon voor onder de foundation. Allee, ik doe die onder de foundation. Want ik doe zelfs ook nog concealer. Op de foundation. Dus ja, dan gebruik ik mijn beauty blender. Je moet die nat maken, maar ik ben de meeste dagen echt gewoon te lui om die nat te maken. Oké, een vraag die ik nog dagelijks krijg, wat ik niet begrijp. Maar oké, zijn je borsten echt of heb je ze laten vergroten? Zo ja, waar heb je ze laten vergroten? Kan je ons meer uitleg daarover geven? Ik heb hier een hele playlist op YouTube. Ook deze zal ik onder in de beschrijving zetten. Zodat jullie die kunnen zien voor de mensen die een borstvergroting willen doen. Ik wil niemand iets aanraden of aanpraten. Ik heb dat gewoon puur voor mezelf gedaan. Dus ja, voor degenen die dat willen... Ik krijg die vragen echt nog dagelijks en ik heb hier al in het verleden zoveel info over gedeeld. Echt gezegd, zelfs de kostprijs, alles heb ik gedeeld. Dus please ga gewoon naar die video's en check het daar. Want als ik dat allemaal nog eens opnieuw moet doen, dat ga ik niet doen. Ik heb ze nu trouwens ook 6 jaar. En I'm still happy with it. Amai, nu zie ik er nog witter uit even. Wow, volgens mij is mijn camera gewoon te wit of zo. Is dit niet beter? Oké, okay, nee, ik ga er gewoon mee moeten leren leven. Dat ik gewoon extreem wit ben. Oké, okay. Nu ben ik wel heel wit. Maar mijn foundation gaat dat veranderen. Dus voor de borstvergroting video's, check de link onder in de beschrijving. Als foundation gebruik ik de Bourjois Healthy Mix Foundation, nummer 54. Waar ben je op dit moment het meest dankbaar voor? Ik denk gewoon mijn hele leven in het algemeen.
Ik heb een goede job. Ik heb een supermooi huis. Ik heb een zalige vriend. Mijn familie is allemaal gezond. Mijn katjes zijn heel flink en gezond en goed. En ja, ik ben gewoon heel dankbaar hoe dat mijn leven momenteel is. Ik ben gewoon echt super blij voor alles in mijn leven. Dus ja, maar het meest dankbare, ja, toch wel Niels moet ik zeggen. Ook omdat het natuurlijk toch wel moeilijkere tijden zijn. En we minder mensen zien momenteel. Allee, bijna geen. Dus ben ik wel blij dat ik Niels heb. En dat we samen deze lockdown door kunnen brengen. Wat vind je het meest sexy aan Niels? Goede vraag. Eigenlijk zo goed als alles. Ik weet niet, ik vind Niels heel sexy, heel mooi. Niels is echt mijn droomman. De man die ik altijd heb gewild van uiterlijk, maar ook van innerlijk. Maar ja, dit gaat wel meer over het uiterlijk, gok ik. En ja, Niels is echt gewoon... Als ik naar Niels kijk, dan krijg ik echt vlinders. We zijn nu een jaar en 4 maanden, denk ik, of 5 maanden samen. Allee, officieel, onofficieel iets langer. En ja, Niels is gewoon echt... Ik vind Niels echt zo mooi. Zo knap. Zo sexy. Ja, het meest sexy misschien vind ik zijn kaaklijn. Dit is heel mannelijk. Mooi afgesneden kaaklijn. Ja, misschien zo gewoon die mannelijkheid in het algemeen. Ook zo die ruwere werkhanden vind ik leuk. Want Niels werkt natuurlijk met zijn handen. En dan, ja, zijn ogen vind ik ook heel mooi. Maar Niels is gewoon echt zo'n man van uiterlijk, vind ik. Ook zo wat haar. En ja, dat vind ik wel heel mooi. Maar ik vind eigenlijk alles gewoon wel sexy aan Niels. Als concealer, mijn tweede concealer is trouwens de Fit Me concealer van Maybelline. En dit is de kleur 25, nummertje 25. Wanneer was mijn eerste keer seks? Ik weet echt, dat is heel raar, maar ik gok dat dat wel iets is wat u altijd bijblijft. Ik weet echt perfect mijn eerste keer nog. En dan was ik net 16 geworden. En dat was 27 maart, dat weet ik ook nog perfect, heel raar. Nu ga ik poeder gebruiken. Deze is van Inglot en dat is de Perfect Finish Loose Powder. En dat heeft, als ik mij vergis, geen kleur. Hier staat wel 14 op, dus misschien is het nummertje 14. Maar ik dacht dat dat geen kleur had. Ik gebruik deze borstel en die is van Real Techniques voor de concealer onder mijn ogen te zetten. Oké. Wordt de winst inkomen van Totally Too 50-50 verdeeld of hebben jullie bepaalde afspraken daar rond? Wel, good question. Natuurlijk, Totally Too is een bedrijf op zich. Dus Celine heeft haar eigen bedrijf, Instagram, YouTube en all that jazz. En ik heb mijn eigen bedrijf voor die dingen. En Totally Too is een apart bedrijf, maar dat is wel van ons twee samen. We zijn allebei eigenaars van Totally Too. En de winst, ja, dat is eigenlijk een heel deel van de winst of van het inkomen blijft in Totally Too. Want wij willen natuurlijk ook nieuwe kleding aankopen. We moeten natuurlijk huur betalen. We hebben een pand. Wij moeten natuurlijk ook rekeningen betalen, zoals water en elektriciteit, internet, al die dingen. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. We moeten belastingen betalen, BTW. Ja, dat hoort allemaal bij een bedrijf en bij een pand natuurlijk. Wat veel mensen dus niet zien. Want mensen denken vaak van, alles wat jullie verdienen met Totally Too gaat gewoon naar jullie. Maar nee. We hebben echt nog wel heel veel andere rekeningen die we moeten betalen. Als je een bedrijf bent, betaalt je belastingen, betaalt je BTW.
En believe me, dat is geen pretje. Want ja, elke zelfstandige kan er natuurlijk wel beamen, denk ik. Het is, als je veel geld verdient, moet je veel afgeven. En dat is shit. Maar zo werkt dat hier in België. Allee, in veel landen. Maar ja, dus er gaat heel veel terug naar de staat. Belastingen. Dus ja, dat zit er natuurlijk in. En als we ons eigen iets uitschrijven in de maand, dan doen we dat gewoon 50-50. We werken ook allebei 50-50 aan Totally Too. Dus ja, is het zo eerlijk om alles ook 50-50 te verdelen. Maar wij schrijven ons eigen echt niet zoveel uit dan dat jullie denken, denk ik. Want natuurlijk, een bedrijf, daar moet geld in blijven zitten, want dat moet blijven draaien. En het is niet zo als je een webshop opstart dat je zoiets hebt van de eerste maand van, oh, nu ga ik mij maar eens 3000 euro uitschrijven. Zo werkt het niet. Want je moet blijven draaien, er moet geld blijven inzetten. Want je moet nieuwe collecties aankopen, je moet die rekeningen betalen die ik zeg. Dus zo werkt het jammer genoeg natuurlijk niet. Maar wij zijn nu in de zomer die gaat komen, eind augustus, bestaan wij 4 jaar. En ja, we kunnen ons wel uitschrijven per maand. Kom je goed overeen met de ouders van Niels? En Niels met jouw ouders? Dat vond ik ook wel een leuke vraag. Ik heb net gepoederd. En ik ga nu eerst bronzer doen. Ik gebruik de Hoola van Benefit. Je ziet dat ik bijna... dat die bijna op is. En dan een borstel. Die is van Laura Mercier ook. Oké, dus kan ik goed overeen met de ouders van Niels? Ja... Niels zijn ouders zijn gescheiden, maar Niels heeft al jaren een stiefpapa. En ja, die zie ik meer dan Niels zijn echte papa. Niels zijn echte papa heb ik denk 2 keren gezien nog maar. Maar ja, oké, het is natuurlijk ook nog corona. Maar Niels zijn stiefpapa zie ik veel meer en Niels zijn mama dan. En ja, ik kan er heel goed mee opschieten. Niels zijn mama is echt een schatje. Echt zo'n lieve vrouw. Echt, ik had me geen betere schoonmama kunnen wensen. Het is echt eentje uit de 1000. En Niels is natuurlijk ook haar enig kind. Niels heeft wel nog een stiefbroer. De zoon van Niels en stiefpapa. Ook een hele toffe. Ja, ik kan echt wel heel goed opschieten met Niels zijn ouders. Ook met Niels zijn papa trouwens. Ik heb die wel maar 2 keer gezien, maar is ook een heel toffe man. En ja, Niels zijn mama is echt een hele lieve. Ik moet niezen. En ook Niels zijn stiefpapa is een hele toffe. Ik heb die echt heel graag. Dus dat is heel fijn. En dan Niels met mijn ouders ook wel echt heel goed. Mijn ouders hebben Niels ook heel graag, denk ik toch. Allee, voor wat ik weet. En ook Niels heeft mijn ouders heel graag. Dus dat is echt super. Ook mijn zus heeft Niels graag en Niels heeft mijn zus en haar vriend heel graag. Dus dat is wel fijn. Dat gaat echt wel allemaal perfect. Sorry, ik moet me even concentreren op mijn wenkbrauwen. Hiervoor gebruik ik trouwens de Cabrow. Dat is een poeder van Benefit in de kleur 4. Dat is een cream gel. En dat is echt het beste product ever voor brows. Oké, de volgende vraag. Ik haat dat mijn vriend schaars geklede Instagram meisjes hun foto's liked en doorstuurt naar vrienden. Inclusief comments achterlaat op die foto met geil wijf en zo. Hoe zou je reageren als Niels dit doet? Wel, girl. Mijn persoonlijke mening hierover. Misschien zijn er andere mensen die een andere mening hebben. Maar
Nee, not done. Als Niels dat zou doen, oké, als hij eens een foto liked van een meisje in een bikini of lingerie of zo, dan vind ik dat niet zo erg. Daar zou ik niet jaloers voor zijn per se. Want ja, dat is Instagram en let's be honest, ik volg ook wel een paar mannen op Instagram. Wel echt totaal niet veel als ik mij daar nu in denk. Ik kan zelfs niet op één man komen die ik volg. Ja, ik volg James Cook en Jani Kazalskis en zo. Maar ja, die zijn natuurlijk allemaal voor het andere geslacht. Welke man volg ik? Ik kom echt op niemand. Maar ja, oké, stel als ik een man zou volgen, bijvoorbeeld... Ah, ik volg Conor Rousseau. Pak nu Conor Rousseau. Of Victor Verhulst. Die volg ik wel niet, denk ik. Niet meer. Maar stijl. En die posten een foto aan een zwembad in een zwembroek. En ik like dat. Ja. Ik weet niet. Dat is niet met meerdere bedoelingen of zo. Dat is gewoon een like. Dus ça va, als Niels bijvoorbeeld Veronique de Kok volgt of zo. En die post een foto in een bikini en Niels liked dat. Ja, oké. Daar kan ik wel mee leven. Doorsturen naar vrienden. Ja, ik zou het nu niet leuk vinden als Niels foto's doorstuurt. Per se in de groep naar vrienden van andere vrouwen. Want dan heb ik zoiets van, waarom wil je dat aan je vrienden tonen? Is dat dan zo een speciale foto? Of, allee, weet je, dat is toch een ander gevoel. Maar ik denk wel dat er vrienden zijn in Niels zijn vriendengroep. Die foto's van schaars geklede vrouwen doorsturen. Ik denk, dat is mannen. En mannen zullen dat altijd wel doen of blijven doen. De comments van Geil Wijf onder een andere vrouw zijn foto's. Ten eerste, Geil Wijf vind ik echt een vuile uitdrukking. Zeg dan knappe vrouw of mooi meisje of... Je ziet er mooi uit, of weet ik veel, maar geil wijf is echt zo plat. Dat vind ik zeker niet not done. En als Niels zo'n comments zou zetten onder een andere vrouw, haar foto's of een andere meisje, nee, not done. Sorry, the girl, maar echt nee. Als dat mijn vriend was, nope. Dan had ik al lang gezegd, doe dat nog één keer. En daar is de deur. Ik vind dat gewoon heel onrespectvol. Ten eerste naar mij toe. Maar ook naar de andere vrouw toe. Want een comment als geil wijf is totaal niet respectvol. Sorry, even mijn thee drinken voor die kou wordt. Dus nee, dat vind ik echt wel... Nee, not done. Als die dat doet, zou ik hem eerst erop aanspreken. En zeggen van... Kijk, ik vind het niet leuk dat jij zo'n comments achterlaat bij een ander meisje of een andere vrouw. Dat is onrespectvol voor mij of je kwetst mij daarmee. Je kunt gewoon zeer eerlijk zeggen, vind ik. En als het dan door blijft gaan, ja, sorry. Maar dan heb ik zoiets van, nee, waar is uw respect en uw waarde naar mij? Dan zet ik die persoon wel snel aan de deur. Dat zou ik niet oké vinden. Nee. Ja, dat is natuurlijk... Ik weet natuurlijk niet hoe je relatie verder zit. Of hoe je relatie... Ja, hoe jullie band is. En hoe goed jullie relatie zit. Maar ja, dat is voor mij gewoon jongetjesgedrag. En kleine jongetjesgedrag. En dat zou Niels ook gewoon nooit doen. Zoiets, ik vind dat gewoon niet oké. Maar dat is echt persoonlijk, maar ik vind dat niet oké. Ik heb trouwens nu even dit gebruikt. Het Goofproof Brow Pencil. Maar ik gebruik dat eigenlijk alleen voor de spoelie aan de achterkant. Om de voorkant even wat uit te kammen. En ik heb nu wel net één streepje bijgetekend hiermee, maar meestal doe ik dat niet. Zou je het aan je volgers laten weten als jullie actief gaan proberen voor een kindje? Er kwamen natuurlijk wel heel veel vragen over wanneer jullie aan kindjes beginnen.
En willen jullie kinderen? Blablabla. Dat is echt mijn meest gestelde vraag. Ik weet dat jullie dat heel goed bedoelen. Dus ik zit er ook niks mee in dat die vraag wordt gesteld. Maar ik ga dat sowieso niet laten weten als we gaan beginnen aan kinderen. Dan ga ik niet zeggen van, ah, we gaan nu beginnen aan kinderen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga trouwens nu mascara doen. Deze is L'Oreal Paradise Ecstatic mascara. En ik krul mijn wimpers. Maar nee, we gaan dat dus niet zeggen. Ik ga niet zeggen, want nu gaan we beginnen aan kinderen op YouTube of op Instagram. Maar als ik zwanger ben en met zekerheid weet dat alles oké is, dus ik denk na 12 weken of zo, dan kondig ik dat wel aan op Instagram. Dus dan zullen jullie dat zeker horen. Maar daarvoor ga ik dat nog niet melden. Ook natuurlijk, ik weet niet hoe dat gaat gaan. Wie weet gaat het niet makkelijk. Wie weet hebben we problemen. You never know. Maar ja, kindjes komen er sowieso, hoop ik. Als het voor ons is weggelegd natuurlijk. Hè? Want zoals ik al zei, you never know. Ik ben niet een persoon die wil adopteren. Of chapeau voor alle mensen die dat wel doen. Heel veel respect voor, maar dat is niet voor ons weggelegd. Daar heb ik geen gevoel bij. Natuurlijk, mochten dingen niet vanzelf gaan, zijn er andere dingen om te proberen, zoals IVF en zo. En daar zouden we denk ik wel voor openstaan, tot op een bepaald punt. Want ik wil mijn lichaam niet kapot maken of mij niet mentaal zo uitputten dat het... dat ik mentaal gewoon op ben. Dus ja, we zullen zien. Ik hoop natuurlijk dat het allemaal vlot en op natuurlijke wijze gaat verlopen. We zullen zien. Maar ja, we willen dus wel zeer graag kindjes. En wanneer of hoe, dat weten we niet. Dat zal het universum bepalen. Maar ja, we zijn er klaar voor. En we zullen zien hoe alles loopt. En ja, dat zou natuurlijk een grote droom van ons zijn. Want we willen wel allebei heel graag papa en mama zijn. En onze relatie is gewoon zo sterk. En zit gewoon zo goed. Dus iets wat we beiden nog nooit hebben meegemaakt. Maar we voelen ons echt zo goed samen. We zijn ook op kortere tijd zo close geworden. Zo hecht. En... we hebben gewoon zo'n goed gevoel naar elkaar gecreëerd. Er is ook heel veel respect naar elkaar toe in onze relatie. Heel goede communicatie. Dus alles zit wel echt heel goed. Dus dat is de logischste volgende stap. Maar mochten we zwanger zijn en zeker zijn dat we... dat we er echt zeker van zijn dat ons kindje gezond is en healthy is, dan gaan jullie... dat sowieso te weten komen. We gaan natuurlijk alles met jullie delen. Natuurlijk gaan we eerst dan vrienden, familie en zo allemaal inlichten. Maar jullie zijn sowieso de volgende stap. Dus we gaan dat sowieso zeggen. Don't worry. Oké, de volgende vraag is: hoe ga ik best om met mijn kleine daily anxiety attacks? Well girl, feel ya. Ik heb het ook echt... ik ga mijn onderste wimpers even doen. Want ik heb wel het gevoel dat ik al heel lang aan het praten ben. Maar oké. Ja, dat is moeilijk. Want ik denk dat dat voor iedereen anders is. Hoe je daarmee omgaat. Wat ik doe als ik echt een dag heb vol met anxiety. Is mediteren. Ademoefeningen. Rusten. Gewoon doen waar mijn lichaam zin in heeft. Een serie kijken, filmpje kijken. En ik weet dat dat niet altijd mogelijk is. Als je naar school moet of moet werken op verplaatsing of zo, is dat allemaal niet mogelijk. Dus wat ik dan aanraad is om tijdens een middagpauze of zo even een kleine meditatie te doen. Ik heb gesmost. Of even u terug te trekken op het toilet. Van uw werk of uw school. Even vragen, juffrouw, mag ik naar het wc? Of even, ik weet niet of je moet verantwoorden tegen je baas, maar zeggen dat je naar het toilet gaat. En even ademoefeningen doen.
rustig worden, op je ademhaling letten en gewoon even tot jezelf komen. Dat is het beste. Ook weten van, kijk, dit gaat over. Ik ga blush doen. Ik gebruik de Tarte Blush in Blissful. En ja, dat is gewoon belangrijk. Je moet weten dat het niet voor altijd duurt, zo'n anxiety attack. Maar ja, jezelf rustig maken. Of met iemand erover praten. Als je ergens werkt of je zit op school of zo, is het misschien een goed idee om één iemand in vertrouwen te nemen. Al is dat een collega, een medeleerling of uw leerkracht of zo. En zeggen van, kijk, ik heb hier last van. En ja, dat gewoon even te vertellen. Ik denk dat dat wel kan helpen. Dat je ook iemand hebt die weet waar je doorgaat en wat je meemaakt. Dus dat zou ik persoonlijk doen. Maar ja, soms moet je erdoor. En ja, dat is heel spijtig dan. Ik heb dat heel vaak meegemaakt. Ik maak dat nu nog vaak mee. Maar ja, shit happens. Dan ga ik highlighter gebruiken. En dit is de Dandelion Twinkle van Benefit. Maar ja, I feel ya girl. Ik heb het zelf vaak nog allemaal niet onder de knie. En soms krijg ik mezelf heel rustig. Maar sommige momenten ook niet. Dus ja, wat mij ook wel helpt is buitenlucht. Gewoon even buiten gaan. Maar ik snap dat dat moeilijker is natuurlijk als je ergens op een kantoor zit of zo. Maar je kunt ook natuurlijk zeggen van, ik voel me even niet goed. Ik ga heel even een frisse luchtje, frisse lucht scheppen. En ik denk wel dat mensen dat echt wel begrijpen. Zo. Er is echt niks raar aan. Dus veel succes zou ik zeggen. Maar probeer meditatie. Ik weet dat dat moeilijk is in het begin. Ik weet dat dat raar is. Maar je komt er echt in. En ik zit op de app Calm. En daar heb je ook anxiety meditaties die je leren om daarmee om te gaan. Die je leren als je in een attack zit, hoe je dat kunt kalmeren. Dus dat is mijn tip, mijn grootste tip en wat mij het meeste helpt. Oké, dat was mijn laatste vraag. En mijn make-up is opgedaan. Ik zie nog altijd heel wit. Ja, ik weet het. Maar ja, so be it. Ik ben gewoon wit momenteel. Dat is afvallig wel. Ah, zo zie ik al wel minder wit. Ik kan er niks aan doen dat ik wit ben. Maar dit is dus mijn finished dagelijkse make-up look. Ik doe op dagelijkse basis geen oogschaduw of geen lippenstift. Zoals je kunt zien. Nou, dit is gewoon mijn lookje. Oké, ik heb alle vragen dus ook beantwoord. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mijn geratel. En mijn veel gepraat. Geef zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Ik had nog heel veel vragen gekregen. Dus als jullie een deel 2 of zo willen van de Q&A. Laat het mij zeker weten onder in de comments. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Muah.